Ik heb nog naar een stage gekeken, maar ik denk, nee, die hoge zit, mijn kinderen erin, alle rommel erin. Het wordt een super SUV. En welke dan? Tadaa, goed dat je weer kijkt, Driver's Dream kijkers. Want ik heb het al gezegd, hè, in een eerdere video van, nou ja, een paar video's geleden. Er komt een nieuwe Daily Driver aan en mijn oude, een Range Rover Sport, die rode. Hele fijne auto, dik 130.000 kilometer meegereden in 3 jaar tijd. En ja, het werd dus tijd voor een nieuwe. En wat is het geworden? Heel lang nadenken, heel lang wikken, wegen. Ja, het wordt wel weer een SUV, vind ik gewoon fijn. Maar welke? We hadden de Audi RSQ8, de BMW X5 M, de Cayenne. Nee, de Cayenne gaan we niet doen. Range Rover Sport zou ook weer kunnen. En ja, je hebt het al lang gezien in het intro, want tada! En dit is hem dan, mijn nieuwe daily. Ja, een nieuwe Range Rover Sport. En ja, het is mijn derde op rij, want ik heb een bruine gehad, een rode en nu een grijze. Eager Grey noemen ze de kleur. En ja, er is natuurlijk wel iets heel belangrijks, want hier moet je even kijken. Daar staat het al, hè. Dit is een SVR, oftewel een 575 pk supercharged benzine. En de vorige, ja, dat waren diesels, omdat ik nu eenmaal heel veel rij. En nu heb ik gewoon iets onverstandigs gedaan, maar wel lekker. Want dit was wel een van mijn droomauto's. En ho, stop, voordat we verder gaan, bespaar me Range Rover eigenaren alle horrorverhalen. Ik heb ze vaak genoeg gehoord, maar die kunnen we ook over andere auto's vertellen. Ik zou jullie vertellen, ik heb nog nooit, en ik heb dus achter elkaar denk ik ruim 400.000 kilometer met Range Rovers inmiddels gereden, nooit problemen gehad. Die rode had 130.000 kilometer erop, 1 keer een klein onderdeel wat vervangen moest worden, maar voor de rest starten, gaan. Laten wij hopen dat het met deze SVR ook zo is. Gaan we allemaal nog vertellen, maar belangrijk nog om te zeggen, nee, deze uitspraak werd niet gesponsord door Land Rover Nederland, absoluut niet. Hoewel ik goed bevriend ben met alle importeurs, reken ik mijn auto's gewoon af. Ja, dat doen niet alle YouTubers, ik wel. Dus als het een kutauto is, dan zal ik het ook gewoon zeggen. Maar tot nu toe, ik heb er altijd positieve ervaring mee gehad. En ja, de SVR is gewoon een heel ander verhaal. Het is een auto natuurlijk, een beest. Ja, laten we eerlijk zijn, een beest die, zoals hij hier verpakt staat, eigenlijk nog erg onopvallend is. De kenners weten het, die zien het aan het SVR-logo. Maar de kleur Eager Grey, laten we hem gedistingueerd noemen. Want het is niet zo opvallend, maar ja, misschien gaat dat nog komen. Velgen, heel belangrijk, wil ik even laten zien. Dit is de 22-inch velg, zoals die affabriek op de Range Rover Sport zit. Ja, ik weet nog niet of ik vind hem niet zo heel dik. Ik heb op mijn vorige sport ook voor andere velgen gekozen. Dat was ook 22 inch. Vond ik wat mooier staan. Misschien ga ik dat nog doen. Motorkap, ook heel belangrijk. Kijk, de motorkap is eigenlijk gewoon. Zoals we die kennen van een Range Rover Sport. Je kunt bij de SVR opteren voor de carbon motorkap. Dan heeft hij hier 2 van die slurven. Dan kun je hem ook nog in het carbon zwart doen. Dat zie je wel eens met van die een blauwe of een rode. Dan heeft hij die two-tone. Vind ik wat ordinair niet mooi, maar wie ben ik, dat is persoonlijk. Ik zou dus wel in deze kleur Eager Grey nog kunnen gaan aftermarket voor zo'n carbon motorkap. Misschien gaan we dat nog doen, maar dat is allemaal niet aan de orde nu. Ik zag deze staan bij Thijs Timmermans, ook friend van de brand. Deze auto was net ingeruild, want de vorige eigenaar, ja, die vond hem eigenlijk te klein. Die had kinderen en honden. Die is gegaan voor de Mercedes GLS 63 AMG. En die kennen we ook nog wel, want als je die beelden wil zien, klik maar hier. En deze auto, ja, hij is van mei 2020 en hij heeft een aantrekkelijke kilometerstand. Althans, aantrekkelijk. 18.000, 19.000 heeft hij nu gelopen. En ja, ik rijd nou eenmaal veel. En dat gaan we dus ook gewoon met deze doen. En ik zei het al, met de huidige benzineprijzen is dat ongelooflijk onverstandig. Maar ja, altijd verstandig doen is saai. Nou, het is tijd om hem even op te starten. En ja, dit wil je natuurlijk horen. Al moet ik erbij zeggen, maar dat komt ook nog even later in deze video. Dit is de 575 pk versie met die OPF filters. Klinkt alweer wat minder dan de generatie hiervoor die slechts 550 pk had. Maar zonder filters, die was wat bruter. Maar dat kun je allemaal weghalen.
En kijk even naar buiten, jongens. Het is grauw, grijs, koud en regen. Kortom, Hollands weer. Maar, en dat gaan jullie ook nog horen in deze video, wij gaan hier meteen iets speciaals mee doen. Deze auto krijgt meteen zijn vuurdoop, want we gaan hier mee naar de Noordkaap, naar Lapland. Jawel, maar gaan we allemaal onderweg vertellen. Kom maar aan boord. Ja, welkom aan boord, Drivers Dream kijkers, van deze Range Rover Sport SVR. En ja, het is natuurlijk wel een beetje gek, hè. Normaal, als je dan een nieuwe auto hebt, dan zit je even, oh wauw, alles nieuw. Maar ja, alles oud en vertrouwd, want dit is mijn derde op rij. En wat dan wel anders is, hè. Heel veel carbon hier in deze auto, aan het stuur, hier aan de zijkant. Heel veel Alcantara hemel. En ja, dat is wel fijn. Dat is gewoon mooi. Maar het SVR-logo daar natuurlijk rechts voor verklapt jou keer op keer dat je in een 575 pk sterke super SUV zit. Maar goed, als we hier nu zo in de regen in Nederland 50 rijden, dan is het gewoon een Range Rover Sport zoals elke andere. Ja, ik vind het dus gewoon fijne auto's. Ik heb nog naar een Stage gekeken, maar ik denk, nee, die hoge zit, mijn kinderen erin, alle rommel erin. Het wordt een super SUV. En welke dan? Ja, Audi RSQ8, heel hard over getwijfeld. Mooie auto, maar ja, uiteindelijk. Het nadeel van die auto vind ik dan weer dat er een elektrische broer bestaat. De e-tron, die stiekem eigenlijk iets mooier nog gelijnd is. En elke keer denk je, hé, wat een mooie auto. En dan is het gewoon zo'n strijkijzer op stroom. Ja, dat is dan weer jammer. En de andere die zeker ook in mijn gedachten voorbij kwam was de BMW X5 M Competition. 625 pk, ook een ongelofelijke beest van een auto. Maar ja, het werd de SVR. Dat waren eigenlijk de RSQ8, de X5 of deze. En ja, toen kwam deze voorbij. Gewoon in deze kleurstelling. Ik liep er tegenaan. Ik zei, pats, dit gaat hem worden. Nou ja, niet verkeerd. Heb jij een andere keuze? Nou, schrijf maar in de comments wat jij zou kopen. Ik lees het wel. De Range Rover Sport is al op de markt sinds 2013. Sinds 2015 is de SVR op de markt. En ik zei het al, hè, begonnen met 550 pk. Als een luide Amerikaanse Chevy muscle car klonk die. En ja, in 2018 is toen de facelift gekomen. En ja, kreeg die 25 pk erbij. Een nog betere update met de touchscreens. Dat is allemaal prachtig. Maar het nadeel was natuurlijk wel door die OPF-filters dat het geluid wel een paar decibellen omlaag gegaan. Maar ja, breng hem één keer langs bij Next Level. Of er zijn nog genoeg mensen die dat doen. En die filters halen ze natuurlijk met liefde voor je eruit. Dus we gaan eens even kijken of wat we nog allemaal kunnen gaan pimpen aan deze auto. Kijk, en hieraan herken je dan wel de SVR. Als je dus op dit screen hier in het midden zit, dan heb je hier natuurlijk een knopje voor de start-stop, waarmee de motor gewoon altijd blijft lopen. Maar hieronder twee pijpjes, een uitlaat, dus je kunt extra raw toevoegen. En een helmpje, heb je dus eenmaal op het helmpje gedrukt, nou, dan gaat hij dus in dynamic. Ja, en dan kun je de stuurinrichting, de motor, het schakelen, alles kun je nog eens een keer gaan instellen. En als je dus wilt, kun je de met deze SUV gewoon loeihard over een circuit. Het slaat helemaal nergens op, maar het kan wel. Ja, wat een Hollands bokken weer, hè. Storm, regen. Maar ja, laten we hopen dat de eerstvolgende keer dat ik in deze auto zit, dat het een hele andere weersomstandigheden zijn. Want ja, sneeuw. Heel veel sneeuw en hopelijk een zonnetje. Wat gaan we nou doen? Lijkt mij een mooie vuurdoop voor deze SVR. Zoals jullie waarschijnlijk weten of niet, run ik onder andere ook Cars & Business, de Supercar Club. En wat gaan wij doen? Wij gaan met 25 van onze leden met auto's gaan wij naar de Noordkaap. Die auto's die gaan op transport vanuit Nederland naar Finland, naar Inari. Wij zijn eigenlijk onderweg naar in Nijkerk, naar Koopman Exclusief, dat is het transportbedrijf. En die neemt die auto's op de vrachtwagen mee naar Finland. En wij vliegen volgende week naar Finland toe. Ja, en daar staan dan onze auto's in de sneeuw. En hopelijk ook met een beetje licht. Want het is nog niet heel erg licht daar in die contraien. En een zonnetje. En geen regen, geen grijs weer.
Ja, en dan gaan we een week lang gewoon rijden naar de Noordkaap. Ja, fantastische omgeving. We gaan ook met sneeuwscooters natuurlijk tochten maken. We gaan ijskarten. We gaan heel veel leuke dingen doen. Daar heb ik gewoon ongelooflijk veel zin in. En dus met deze SVR. Deze gaat gewoon, huppakee, nieuw gekocht en vuurdoop. Mee naar Lapland, mee naar de Noordkaap. Ja, en dit is waar je een SVR onder andere voor hebt. Want, wat klinkt het ding goed. En wat trekt die op, hè? En ja, ik weet het ook wel. Het zijn natuurlijk geen alles verbluffende cijfers. Maar gewoon 0 tot 100, jongens. Onder de 5 seconden is gewoon voor zo'n bakbeest van 2500 kilo... gewoon indrukwekkend. En natuurlijk zijn er al snellere SUV's, maar dat maakt niet uit. Ik vind deze gewoon mooier. Ook lekker, de SVR heeft zijn eigen sportstoelen. Die zitten toch wel lekkerder dan die stoelen die ik eigenlijk in mijn vorige Range Rovers had. Ja, dat was een one size fits all. Daar had ik wel dan weer een armsteun hier. En nu kan ik wel mijn arm hier natuurlijk op de middenconsole leggen. Maar goed, deze stoelen zitten wel een stuk prettiger. Je kunt ze overigens ook nog helemaal carbon krijgen. Nou, dat heeft deze dan weer niet. Dus ja, er moet altijd weer wat te wensen overblijven. Hè? Alhoewel, ik weet niet eens of ik het mooi vind. Overigens is de Range Rover Sport natuurlijk in zijn terminale fase, zal ik maar zeggen. Althans, het huidige model. En ja, dan zijn er nog wat hele kekke kleurtjes die ze nu op de markt brengen. Waarmee je een soort final editions kunt kopen. Ja, van die nieuwe grote Range Rover. Overigens wel echt een mooie auto hoor. Maar niet helemaal mijn ding. Ik vind hem iets te pompeus, iets te zakelijk. Maar het is wel een verschrikkelijk mooie auto. Maar niet zo sportief. Vandaar dat daar wel een SV-versie van komt. Dus hij gaat wel naar Special Vehicle Operations. En dan krijgt hij wel een sportief randje. Maar niet zo sportief natuurlijk als de Range Rover Sport. Ja, daar blijft de term SVR aan voorbehouden. Ja, en ik ben heel benieuwd naar die nieuwe SVR die gaat verschijnen. Die gaat, als alle geruchten kloppen, een BMW-motor krijgen. Ook een V8 met supercharged. Weten we niet. Waarschijnlijk gaat de supercharger wel verdwijnen. En komt er een BMW eigenlijk hetzelfde hard als in de X5 Competition ligt. Dan zal die 625 misschien wel 650 pk gaan krijgen. In ieder geval dik in de 600 en meer dan de huidige 575. Ja, maar Driver's Dream kijkers, mensen, kinderen, wat is dit fijn. Wat vind ik die roffel toch fijn. En zolang het er nog is, ja, zal ik het blijven kopen en zal ik me verzetten tegen die elektrificatie. En ja, ik weet het, al die Tesla's en die dingen die gaan allemaal loeihard. Maar ze hebben geen ziel, ze hebben geen hart. En dit wel. Een hele grote trouwens. Dit is wel een rijbewijskiller hoor, want oh jongen. Kijk, als je in die Maserati bijvoorbeeld rijdt, ja, daar vertelt de toerentaal. En ja, dit is niet echt weer om daarmee hard te gaan rijden. Dus daar rij je netjes 100 mee. Met mijn vorige Range Rover Sport, die SDV6, een diesel, ja, daar reed ik gewoon lekker 100, 120 mee. En nu kan je gewoon door de regen en alles, je klapt gewoon, doen we nu niet hoor. Maar het kan wel, 180, 200, geen centje pijn. En je hebt nog zoveel power en je zit op je troon, dat is wel gevaarlijk. Maar het blijft wel knap hè, van Land Rover. Het verhaal is natuurlijk bekend. In 1971 kwam de Range Rover op de wereld. De luxe offroader. En ja, dat merk dat bleek zo ijzersterk. Dus toen Tata aan boord kwam, de Indiaanse eigenaar. Ja, toen was er eigenlijk heel veel geld beschikbaar om die brand Range Rover te gaan uitbreiden. Ja, en dat hebben ze natuurlijk gedaan. In 2006 kwam toen de Range Rover Sport, hè, de iets sportievere variant van die Range Rover, de Evoque. Allerlei sub-brands zijn er eigenlijk onder Range Rover, wat dan weer een submerk is van Land Rover. En ja, inmiddels is het natuurlijk eigenlijk wereldwijd. Je zegt niet dat je een Land Rover hebt, want dan denk je aan de Defender. En je zegt dat je een Range Rover hebt. En iedereen in de wereld weet dan waar je het over hebt.
En wat is dan zo bijzonder aan die Range Rovers? Ja, het zijn mooie luxe SUV's, maar ze kunnen daadwerkelijk wat in het terrein. Vergis je niet in hun mooie smoeltje. Dit zijn serieuze terreinauto's, want ja, het blijven ook Land Rovers. En ja, dat kun je, hè, de off-road capaciteiten van zo'n Range Rover, ja, die zijn gewoon vele malen beter dan een BMW X5, een Porsche Cayenne, een Audi RSQ8. Die zijn niet bedoeld voor off-road. Kijk, hier in het midden zit gewoon de knop, daar kun je aan draaien en dan krijg je gewoon verschillende standen zoals rots, sneeuw. Sneeuw? Nou, daar gaan we veel aan draaien komende week, want ja, dat gaan we natuurlijk meemaken. Gravel, je kunt er allerlei standen mee inzetten en daarmee kun je dus in feite elke, ja, soort ondergrond uitkiezen om met je Range Rover overheen te rijden. En hoe die het gaat doen in de sneeuw, ja, dat zien we binnenkort. Zo, oh, nou kom ik daarbij. Dat is natuurlijk voor vrachtwagens. Ik ben wel hoog, maar zo hoog ook weer niet. Hopsa. Het is wel goed beveiligd hier, geloof dat maar. Ik denk dat ze hier wel safe staan. Zo, ik ben heel benieuwd, want ik weet natuurlijk niet van alle deelnemers wat ze meenemen aan auto's. Dus ja, ik denk wel veel SUV's. Ik weet wel van een hele bijzondere die meegaat, dus ik hoop dat die daar ook al staat. Dus ja, die auto's komen vandaag binnen. Ze gaan even in de hal kijken wat er allemaal staat. Ja, dit zijn de auto's die dus meegaan. Die worden hier nu opgelijnd. En ja, deze had ik nog niet gezien. Een BMW M8 Grand Coupé. Maar ja, in een heel gaaf kleurtje. Ik weet niet of je het goed kan zien op de video. Maar ja, het is, hij verschiet steeds van kleur. Als ik er nu bij sta, is het door donkergrijs. En kijk eens, popnagels erin. Deze jongen staat gewoon op spikes. Wel gaaf. Kijk, en ik zie nog meer groen. En nou, RS6 hebben we best wel in veel kleuren en smaken gezien. Maar nog niet in deze kleur. En ja, is dit een wrap? Dit is volgens mij geen wrap. Ik weet, nee, dit ziet er niet uit als een wrap. Misschien is het wel een wrap, dan vergis ik me. Maar ik vind hem wel heel gaaf. Boswachter groen. En ja, RS6 600 pk. Gewoon super dik. En zijn er nog echte Arctic-gangers met ballen? Jawel, jawel. Ik heb in een van de eerdere afleveringen heb ik zelf ook met een 911 cabrio gereden. En ja, dan heb je heel veel storm zoals vandaag. Dan wil het dak niet altijd open of dicht. Ja, het is er op dit moment min 18 graden. En die kap die kan daartegen. Maar een dikke 9-2 Turbo S cabriolet. Kudos voor deze deelnemer. En dan de afdeling veilig. En ja, ik heb natuurlijk geen recht van spreken, want ik ga zelf ook met een SUV rijden. Een SVR weliswaar, maar ook heel lekker en goed natuurlijk. G500 en deze dan, heb je deze gezien? Een G63, maar dan helemaal Brabus. Een Brabus 800, goed kleurtje ook, is wel een wrap. Maar dikke jongen, 800 pk. Ik denk dat dit een van de sterkste is. Nee, dat is niet waar. Er is er nog eentje met nog meer pk's. Die staat hier nog niet. Maar die zie je wel in een volgende aflevering. Want wij gaan natuurlijk een heel mooi verslag maken met Driver's Dream van die hele Arctic Tour. Daar ga je nog heel veel auto's voorbij zien komen. Nou, dit is ook wel gaaf. Range Rover, altijd goed. En dit dan, ja, de grootste en de dikste. En ja, die verwacht je niet helemaal, want ik weet toevallig van wie deze is. Jordi Dost, die gaat ook mee. Heeft natuurlijk ook zijn eigen YouTube kanaal. En meestal is die wel van de gekke auto's en de gekke kleurtjes. Maar ja, beetje veilig dit, meneer Dost. Maar Allah, wel goed dat er dit soort jongens ook bij zijn. Want er gaan ook nog een hoop sportauto's mee. En die moeten natuurlijk los worden getrokken. Nou, dan kan hij mooi doen. Ja, wil jij nou meer gekke auto's, gekke kleurtjes, rare roadtrips zien? Abonneer op Driver's Dream, hè. Word friend van de brand. Ga je nog veel meer leuke, gekke, mooie video's zien. En ja, heel veel dikke auto's. Dus abonneer op ons kanaal. Like ook even deze video. Doen, hè. Nou, dit was Driver's Dream voor deze week. Ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn nieuwe daily vinden. Schrijf het maar in de comments. Ik hoop dat je hem leuk vindt. En ja, de volgende video, of een van de volgende video's, die is dus met deze auto's en al deze auto's vanuit Lapland in de sneeuw. Maar dat ga je allemaal zien op Driver's Dream. Dus dit was hem voor deze week. Ciao, bye, arrivederci.